De punctie wordt ingepland zodra we zien dat de follicels groot genoeg zijn. Dit is dan 2 tot 3 dagen na de laatste echo. De punctie vindt altijd plaats in de ochtend. De man levert de ochtend van de punctie een potje met sperma in. Hij moet hierbij een geldig legitimatiebewijs laten zien. Er is geen vers sperma nodig als er al ingevroren zaadcellen zijn. Of als u alleen komt voor het invriezen van uw eicellen. Bij de punctie gebruiken we pijnstilling. 2 uur voordat de punctie plaatsvindt, slikt u paracetamol. In het ziekenhuis krijgt u een morfine-achtige pijnstilling via het infuus. Bij de baarmoedermond worden soms nog 2 prikjes gegeven om lokaal de vaginawand te verdoven. Hier voelt u nauwelijks iets van. Op de echokop wordt een geleider geplaatst. Via die geleider wordt een dunne naald ingebracht. De naald is verbonden met een dun slangetje dat op een vacuümsysteem is aangesloten. We zuigen met de naald 1 voor 1 de follicels leeg. De vloeistof, met hopelijk de eicellen erin, komt zo in de potjes terecht. De potjes met vloeistof gaan meteen naar het laboratorium. Door de punctie kan onbedoeld een bloeding of een infectie in de buik ontstaan, waarvoor u extra behandeling nodig heeft. De kans hierop is klein. Wanneer er een verhoogde kans op een infectie bestaat, krijgt u van tevoren en eventueel na de punctie antibiotica toegediend. Er bestaat een mogelijkheid dat er geen eicellen of zaadcellen worden gevonden op de dag van de punctie. Dit komt niet vaak voor. Na de punctie kunt u nog enkele dagen vaginaal bloedverlies hebben uit de prikgaatjes. Zolang u dit heeft, mag u niet in bad gaan en ook geen gemeenschap hebben. Dit is om ontsteking te voorkomen. Verder mag u in principe alles weer doen. Hou er wel rekening mee dat de eierstokken wat opgezet zijn. Daar kunt u wat last van hebben. U kunt hier paracetamol voor gebruiken. Het kan zijn dat u bij het sporten last krijgt. Doe het dan wat rustiger aan, totdat de klachten verdwenen zijn.